dan zijn we aangekomen bij Vlogmas dag 13. En gisteren had ik Lucky Luke, een humorstrip met heel veel slapstick elementen. En daar probeerden ze in een serieus onderwerp eigenlijk in te gaan brengen. En ik had mijn twijfels er even over of dat echt werkte. Maar nu heb ik een serieus boek die eveneens een serieus thema, een zwaarwegend thema, onder de aandacht brengt. En ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, waar was dit boek toen ik op de middelbare school zat en mijn boekenlijst Nederlands had en dit boek tegenkwam en zoiets had van, oh man, moet ik die echt gaan lezen? Spoiler, ik heb hem niet gelezen. Ik heb het over Max Havelaar van Multatuli, want daar is nu de graphic novel van uit. Door Erik Heuvel en Jos van der Waterschoot. Ja, Jos van der Waterschoot ken ik even vooral als recensent voor onder andere het stripschap. Maar hij doet nog veel meer achter de schermen. Op universiteiten, geloof ik. Even uit mijn hoofd. En hij is de oud-conservator van het Multatuli-huis. Dus hij heeft al iets met dit verhaal en met, de schrijver Multatuli. Erik Heuvel. Even een selectie van wat zaken. Zeker als het om historische werken gaat. En werken met een bepaalde boodschap. Daar heeft hij natuurlijk wel een geschiedenis in. Hè? Ik denk de mijnmoorden, Tweede Wereldoorlog, Quaco gaat ook al over onderdrukking, over slavernij, over racisme. De zoektocht ook in de Tweede Wereldoorlog. Ja, en dat hele verhaal van onderdrukking en racisme. Nou, racisme misschien op een andere manier. Maar vooral even onderdrukking en uitbuiting. Dat zit vooral even hierin. Even buiten het zware thema daar gelaten. Puur even naar de tekeningen kijkend heb ik echt zoiets van, wauw, dit ziet er gewoon heerlijk uit. En daarom heb ik al zoiets van, waarom had ik dit niet tijdens mijn middelbare schooltijd? Dan had ik deze kunnen lezen. Want ja, het boek, het kan best een drempel zijn voor mensen die zoiets hebben van, ja, maar ik ben niet zo'n lezer en dan om zo'n boek te gaan lezen. En dit is veel behapbaarder. Ik zeg er dus wel even bij, ik ken het oorspronkelijke verhaal niet. Dus ik kan ook qua verhaal kan ik er gewoon niks over zeggen. Want ja, ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Dus ik ga puur even af op dit verhaal. En daarmee zeg ik wel dat Jos van der Waterschoot het zo geschreven heeft, dat het ook voor iemand die het gewoon totaal niet kent, dat het ontzettend leuk is om te lezen. En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Het boek bevat eigenlijk even, ik ga puur even op de inhoud af, hè. Dus niet hoe dat in de roman zeg maar zit, maar gewoon in het verhaal hier, zijn het eigenlijk even drie verhalen. Het begint in Amsterdam, waarbij een koffiehandelaar een pak papier krijgt. Allemaal manuscripten lijkt het wel. Van iemand die hij kent van vroeger. Beetje aan lager wal geraakt iemand. Maar ja, hij kent hem nog van vroeger en hij neemt dat pak papier mee. En hij laat dat door een van zijn medewerkers laat hij dat gaan ordenen. En daar komt een bepaald verhaal uit. En die man die denkt dat het over koffie gaat. Dus die is geïnteresseerd daarin. Dat is even het overkoepelende verhaal waar het hele stuk aan opgehangen is. Dat die manuscripten, die beschrijven het verhaal van Max Havelaar. Die dus naar Nederlands-Indië gaat, hè, de huidige Indonesië. Die daar als assistent-resident aangesteld wordt. Die ziet dat er allerlei misstanden zijn. Dat mensen uitgebuit worden, onderdrukt worden. Dat voorbeeldje komt zo meteen even. Want er zit een heel mooi voorbeeld in. En dat is even dat derde verhaal. Want dat derde verhaal gaat even in op twee jonge mensen. Die daar leven en wat zij meemaken. En daaruit blijkt even hoe die onderdrukking loopt. Dat die mensen die verbouwen rijst, onder andere. En daar hebben ze een buffel voor nodig. En dan kan het zomaar gebeuren dat er gewoon een stel soldaten langskomen. En gewoon zeggen van, joh, die buffel, die moet je inleveren. Die hebben we nodig voor de regeerder. En dan is hij zijn buffel kwijt. Daarmee kan hij dus zijn werk niet doen. Hij kan niet oogsten. Omdat hij niet kan oogsten, kan hij niet zaaien. En vervolgens heeft hij dus geen eten, heeft hij geen inkomsten. En ja, dat toont even aan hoe het er daaraan toe ging. En het is even het verhaal lijkt een beetje een klassiek liefdestragedie, een klein beetje. Maar het is wel mooi gebracht. Maar het laat even zien. Even hoe het leven daar was en tot wat voor daden mensen soms gedreven werden en onder wat voor omstandigheden ze moesten leven. En dat is wel heel erg triest. Deze Max Havelaar die komt echt op het punt dat hij zegt van, ik kan dit gewoon niet zomaar aanzien. Ik moet iets doen. En hij wordt aan alle kanten wordt hij tegengewerkt door de hogere functionarissen. En wat dat betreft, als je dit verhaal aan het lezen bent en je kijkt gewoon even om je heen,
pak een willekeurig land, zelfs in Nederland, pak dat land en je ziet gewoon dat, de elementen die hierin zitten ook nu nog steeds een rol spelen. Dus het hele machtsmisbruik van hogere heren, van regeringsleiders en dergelijke. Het maakt niet uit welk land je kiest. Op het moment dat mensen macht hebben, dan wordt die macht in heel veel gevallen misbruikt. En wat dat betreft zeg ik, de wereld zou meer Max Havelaars moeten hebben. He, mensen die, ja, die toch hun best doen om de onderdrukte te helpen. Want dat is wat Max Havelaar doet in dit verhaal. En daarom neemt hij op een gegeven moment ook ontslag. En gaat hij andere manieren zoeken om dat voor elkaar te krijgen. Nou, en de manier die hij gekozen heeft is zijn verhaal als een roman brengen. En dat brengt ons dan uiteindelijk weer bij dit prachtige graphic novel. En ja, wat dat betreft zit het heel erg mooi in elkaar. Aan het eind van het verhaal dan keren we weer even terug naar die koffiebaron. Die wordt even zijn eigen huis uitgesmeten door Multatuli himself. Die komt dan ook even in beeld. En dat is wel heel erg mooi. En daarnaast zit er ook nog een dossier bij. Ja, waarbij je heel veel achtergrondinformatie krijgt over wie Multatuli nou eigenlijk is. Want dat is een pseudoniem. Hij heette in het echt Edward Douwes Dekker. En hij werd geboren in 1820. Nou, dat is gewoon heel erg interessant om een beetje die achtergrond te lezen met wat afbeeldingen erbij en wat foto's erbij. Dus ja, een heel bijzonder boek. En aanvankelijk had ik echt wel zo'n beetje zoiets van pittig, zwaar verhaal. Maar toen ik eenmaal aan het lezen was, had ik echt zoiets van wauw, het verhaal is lekker geschreven. De tekeningen van Erik Heuvel zijn gewoon prachtig. Dus het is, wat dat betreft is dit gewoon heerlijk om te lezen. Dus ik kan alleen maar zeggen, was je er toch van plan, twijfelde je eraan, niet doen, gewoon gaan halen, gewoon gaan lezen, heerlijk van gaan genieten. Ondanks het feit dat het best wel een pittig verhaal is, een niet al te vrolijk verhaal, is het wel een heel erg prachtig boek geworden. Dus, nou ja, fantastische prestatie heren. Dank jullie wel dat jullie dit gedaan hebben. Ik heb ervan genoten. Ik hoop dat er meer mensen van gaan genieten. Bedankt voor het kijken naar deze video en op naar Vlogmasdag 14.